Laten we beginnen met Gezond 071. Het gaat vandaag een beetje over eenzame kerst, over eenzaamheid. Ja, en in tijden van kerst dan is dat een onderwerp wat gauw naar boven komt. Laten we beginnen met een rondje voorstellen. En dan zou ik willen beginnen met Lars van Wezel. Cliëntondersteuner bij Lumen Holland Rijnland. Waar staat Lumen daarin voor eigenlijk, Lars? Waar Lumen voor staat? Ja, wat doet Lumen Holland Rijnland? Lumen is een cliëntenorganisatie, een onafhankelijke cliëntenorganisatie. En dat is altijd wel een aparte naam, omdat we zelf geen cliënten hebben, maar bezoekers, deelnemers, cursisten, vrijwilligers, et cetera. We zijn er voor mensen met een GGZ-achtergrond of psychosociale problematiek in die hoek. En voor hen hebben we open inloop voor ontmoeting, onafhankelijke cliëntondersteuning. Als ze even niet weten waar ze terecht moeten, of als de behandeling niet goed loopt, of dat ze overwegen een behandeling te willen hebben. En we hebben cursussen en nog heel veel meer. Ja, nog heel veel meer. En ja, ongetwijfeld, eenzaamheid zal ook nog daarbij wel eens aan de orde zijn. Daar komen we later op terug. We gaan even door met het rondje voorstellen. Want we hebben Carla Hofland via de Zoom bij ons. Welkom Carla, ook al zit je wat verder weg. Dankjewel. Ja, hartstikke fijn dat ik namens de Luisterlijn hier mijn verhaal kan doen. Ondanks op afstand. Ik zit in Limburg. Prachtig mooi weer vandaag. En toch hartstikke leuk om hier aan mee te doen. Ja, voor mensen die het niet weten, wat doet de Luisterlijn eigenlijk, Carla? Kun je daar iets over uitleggen? Nou, ja, de Luisterlijn, nou, het woord zegt het eigenlijk al, hè, is voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. En dat even niet in hun eigen omgeving kwijt kan, dus een verhaal kwijt kan. En dat kan zijn omdat ze misschien eenzaam zijn, hè, zoals je het net al aantikte. Maar dat kan ook zijn omdat er iemand eventjes geen sociaal netwerk heeft. Dat kan tijdelijk zijn, dat kan door corona natuurlijk. Er zijn er ook veel mensen die contacten missen. En de Luisterlijn is er dus eigenlijk gewoon om een luisterend oor te bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dus gewoon echte aandacht, want daar heeft eigenlijk ieder mens wel behoefte aan. Ja, en het is niet direct om allerlei problemen nou ter plekke op te lossen via de telefoon. Nee, zeker niet. Zeker niet. We zijn ook geen professionele hulpverleners, maar we zijn wel professionele vrijwilligersorganisatie. Dus we worden goed getraind door de mensen van de Luisterlijn. En we hebben onder andere ook verdiepingsthema's. Bijvoorbeeld bij Lumen. Vorig jaar de bipolaire stoornis gehad, een themaavond bij Lumen. En dus we weten wel iets van de problemen waar mensen ons mee bellen, maar we gaan niet oplossen. Wat wij doen is luisteren en eigenlijk bevestigen waar ze het over hebben. Hè. Als iemand dan zegt van ik voel me eenzaam, dan ga je niet zeggen nou dat zal wel meevallen, maar dan zeg je ik begrijp dat. Ja. En daar gaat het om. Ja, heel mooi. Dankjewel Carla. We gaan even verder naar onze derde gast. Dat is Amina Nias. Ik hoop dat ik je naam eigenlijk zo goed uitspreek, Amina. Jij bent student aan de Hogeschool Leiden. En wat studeer je daar? Ja, klopt. Ik ben student communicatie, eerstejaars. En ik hoop dat ik dit jaar klaar ben met mijn eerste jaar. Ja, want je hoopt eigenlijk in januari eigenlijk je propeduizen af te ronden. Ja, klopt. Ja. Spannend. Ja, en bevalt het goed? Ja, ik vind tot nu toe wel een leuke studie. Ja, want jij, ik ben jou op het spoor gekomen eigenlijk omdat je in een video vertelde over jouw ervaringen met eenzaamheid. Kun je alvast misschien iets zeggen van, want ja, vaak denken we bij eenzaamheid dat iets is wat oudere mensen vooral overkomt, hè, die niemand meer hebben. Maar ja, jij bent nog hartstikke jong. Wat maakte dat jij je eenzaam voelde? Ik denk door de corona merkte je natuurlijk heel erg, omdat we niet meer in contact met elkaar waren. Tenminste heel weinig. Dus je mist elkaar zien en gewoon uit eten of dat simpele. En je sprak elkaar alleen via WhatsApp of via een andere social media platform. Dus je mist dat echte contact met elkaar. Dus dan is het nooit echt, zeg maar, direct. Dus dan denk je toch wel, oh, weer zo'n oppervlakkig gesprek, zeg maar. Ja, dus dat kwam eigenlijk echt wel door de coronatijd dat jij het idee had van ik heb gewoon een beetje te weinig contact of te weinig diepgaand contact. Ja, toen
realiseerde ik met me eigenlijk, zeg maar. Toen stond ik er echt bij stil, omdat je gewoon zo met jezelf bezig bent. Ja, nou ja, je had het net al over eten. Kerst is natuurlijk ook altijd de tijd van het ontzettend lekkere eten. En ik weet niet hoe dat bij jullie altijd gaat met jullie kerstdiners. Maar we hebben de speculaas en de pepernoten nu wel gehad. Maar ik ging even langs bij Margje Vlasveld, de diëtiste die ik elke maand spreek eigenlijk over eten en wat dat allemaal betekent. Want hoe je daar nou mee om moet gaan en hoe je kunt voorkomen dat je een heel erg opgeblazen gevoel krijgt. We gaan even kijken en luisteren naar Margje Vlasveld. Kerst staat bijna gelijk aan lekker en veel eten. Daarom vraag ik aan diëtiste Margje Vlasveld hoe ik kan voorkomen dat ik me helemaal volprop bij het kerstdiner. Nou, met het kerstdiner is het probleem altijd dat het heel lekker is en ook heel veel. En ja, als je begint, dan denk je, oh, dit was een heerlijk soepje, zeg. Dan wil ik nog een beetje van niet doen. Echt niet doen, nooit twee keer opscheppen van één gerecht. Want ja, er komt nog veel meer. En uiteindelijk is het gewoon altijd al overdadig. Dus ja, dat is tip 1. Verder, nou ja, kan je ook kijken van niet te veel opscheppen. Kijk van, weet gewoon, er komt meer en het is machtig en ik voel me lekker voelen. Je drinkt er vaak een wijntje bij, ja, of iets anders. Dus dat vult ook nog eens een keer je maag. Dus probeer niet te veel op te scheppen en ook heel goed te proeven. Dus niet te snel te eten. Want dan schep je, ja, dan denk je, oh, dat is alweer op, ik heb niet geproefd. Dan wil je natuurlijk wel nog een keer goed proeven. De gastvrouw of de kok zeg maar eer aandoen door met aandacht te eten van wat is dit allemaal. Dat is heel belangrijk. En diëtiste Myrthe Hopmans, een collega van Margje, heeft wat goede recepten paraat. Jazeker, we hebben een hele hoop leuke recepten geselecteerd voor de feestdagen. Van brunch tot hapjes, tot diner en dessertjes. Dus als mensen inspiratie zoeken, dan kunnen ze die bij ons opvragen. Ja, lichte soepjes, hapjes met groenten, inderdaad weinig room of vet, waardoor je heel snel overvol zit. En toch feestelijk. Ja, want feestelijk, dat is natuurlijk altijd wel van belang. Dat je gewoon wel gewoon een feestelijk diner hebt. Lars, mag ik jou even voor het blok zetten en een gewetensvraag stellen? Vind jij het moeilijk om maar één keer op te scheppen met de kerstdiners? Maar één keer? Of? Nou ja, of je maar één keer van elke gang opschept, als het ware. Ja, ik zeker. Je hebt niet het idee van, oh, het is allemaal zo verschrikkelijk lekker. Nou ga ik me eventjes helemaal te buiten aan. Ik kan me redelijk goed inhouden. Je kan je redelijk goed inhouden. Hoe is dat voor jou, Amina? Jij bent natuurlijk nog jong, dus dan kun je veel hebben. Ik vier geen kerst, dus ik heb ook geen kerstdiner. Ja, dat is ook natuurlijk een optie. Dan, ja. Dan heb je daar helemaal geen last. Maar voor andere, zeg maar, dat soort feestelijkheden, dan heb je daar dan moeite mee om te zeggen, nou, ik beperk me maar tot één keer opscheppen. Of denk je dan, nou... Ik vind het wel lastig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ja. En jij, Carla, hoe is het met jouw kerstdiners en of andere feestelijkheden? Is dat lastig of zeg je van, nou joh, dat valt best wel mee. Nou, je moet gewoon je een beetje inhouden. Ja, ik heb het verhaal van de diëtisten niet gehoord. Dat heb ik niet meegekregen. Maar ja, weet je, ik vind met feestdagen, ach, moet kunnen. En dan ga ik de dag daarna wel wat meer wandelen of iets fanatieker sporten. Maar ik vind het wel fijn om op zulke dagen, zulke feestelijkheden gewoon lekker mee te eten. Je luistert naar Sport 071, naar Gezond 071 in het uur van Sport 071 hier op Sleutelstad. Fijn dat je bij ons bent. We hebben het over eenzaamheid. En dat is natuurlijk een thema wat een beetje in de kersttijd wel op komt zetten, maar wat vaak ook wel op andere momenten een rol kan spelen. En we hebben onder andere Carla Hofland via de Zoom bij ons. Zij zit in het mooie Limburg. En ja, je zei het al net van mensen bellen de luisterlijn voor een luisterend oor. Hoor je vaak hoor je wel eens mensen zeggen van ja, ik ben eigenlijk eenzaam? Nou, mensen zeggen dat eigenlijk niet. Hè? Dat ontdek je wel in de loop van het gesprek. Men zegt niet van ik ben eenzaam. Ze zeggen mag ik even met je praten? En in de loop van het gesprek kom je er dan vaak wel achter dat ze dus
niet echt iemand in hun omgeving hebben waar ze met hun verhaal terecht kunnen. En zo kom je er vaak wel achter dat iemand toch wel alleen is. Nou, en je zei net al, nou, we doen niet in oplossing, we zeggen niet ga dit of dat doen. Heb je het idee dat daar misschien het bij de, zal maar zeggen, andere mensen wel eens ontbreekt, dat we te snel met oplossingen komen? Ja, het gaat om luisteren. Kijk, het is niet zo dat we helemaal niet met oplossingen komen. Want het ligt er ook maar net aan wat voor iemand je aan de telefoon hebt. Het kan soms gebeuren dat je iemand aan de lijn... Nou, een tijdje geleden kan ik wel een voorbeeldje noemen. Een dame die het weekend een oude vriend op bezoek zou krijgen, die ze al heel lang niet had ontmoet. En ze wilde wat gaan koken voor hem, maar ze had geen idee wat. En ze wist niet waar ze terecht kon. Ze had niet weinig mensen om zich heen met wie ze dat kon bespreken. En toen hebben we samen gewoon een dinertje bedacht en een boodschappenlijstje gemaakt. Dus dat gebeurt ook. Of een jong meisje wat op vakantie ging en haar ouders niet wilde lastigvallen. Ze had een autismestoornis. En ze was zo bang dat ze haar paspoort zou vergeten. Daar hebben we ook een checklistje mee gemaakt. Dus dat doe je dan. Iedere vrijwilliger bij de luisterlijn heeft eigenlijk zijn eigen authentieke manier om daarmee om te gaan. Ja, dus af en toe is het ook een beetje hands-on. Herken je dat, Lars, ja. dat je af en toe ook wel een beetje echt hands-on moet zijn als je met mensen praat over misschien wel problemen als eenzaamheid? Bij Lumen merken we toch wel dat... Nou, bij Lumen werken we met ervaringsdeskundigen. Mensen die vanuit hun eigen ziektebeeld of omstandigheid of wat dan ook het zelf hebben meegemaakt of er nog steeds last van hebben. En vanuit die ervaring gaan wij het gesprek aan. Wij zijn ook geen hulpverleners, maar we werken met peer support, zoals dat zo mooi heet. We kijken elkaar recht in de ogen. En daardoor, denk ik, komt bij ons, bij Lumen, het woord eenzaamheid wel vaker over. Kerst en gezonde leeftijd. Komt het woord eenzaamheid gewoon ook expliciet wat vaker over de lippen dan in andere situaties. Dat je dingen vermoedt of dat je moet doorvragen of dat je wat voorzichtiger bent. Ik ben er blij om dat in de veiligheid die wij proberen te creëren, dat mensen er geen gas terugnemen en er ook gewoon voor uitkomen. Van luister eens, ik kan je gewoon vertellen dat ik me eenzaam voel. Ja. Nou, dat is wel mooi natuurlijk, als mensen het gevoel hebben dat ze dat kunnen. Dan wil ik graag toch nog even naar Amina gaan, want ja, jij hebt zelf wel een tijd gehad dat je zei van ja, ik heb wel last van eenzaamheid. Wat was voor jou eigenlijk een moment dat je echt ook durfde te zeggen, ja, ik voel me eigenlijk gewoon eenzaam? Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb het nooit hardop gezegd in die woorden, dus ik ben eenzaam. Ik zeg gewoon van ja, ik heb gewoon niemand om mee te praten ofzo, of ik heb, ik mis... ik mis de mensen die ik vroeger in mijn leven had. Dus ik heb nooit echt gezegd, ik ben eenzaam. En ik denk dat het ook komt omdat ik juist zo jong was. En het was gewoon niet heel een onderwerp dat spraakzaam was. Dus je durft het eigenlijk ook niet zo toe te geven bijna. Omdat je het idee dat mensen dan iets zouden hebben. Ja, hoezo eenzaam? Kom op, jonge ja, meid. Ja, precies. Omdat het, ja, je bent toch zo jong, dus... Wat nou eenzaam, weet je, zo. Ja, en misschien wel te snel dan van, nou ja, ga maar gewoon iets leuks doen en dan komt het allemaal wel goed. Ja, precies, ga maar een boek lezen of ga maar iets kijken of zo. Dus, maar ja, op dat moment wil je gewoon iemand die naar je luistert eigenlijk. Ja, iemand die naar je luistert. Ja, dat is toch wel altijd heel erg belangrijk. Ja, maar bij gezonde leefstijl hebben we het ook altijd over bewegen. En krijgen we altijd een beweegtip van Jasper Mulder, onze life coach. Dus daar gaan we eventjes naar kijken en luisteren. En dan wil ik eigenlijk daar wel even weten van wat jullie allemaal aan beweging doen. Kun je vast even op voorbereiden. Kerst en gezonde leefstijl zijn twee bijna niet te verenigde grootheden. Daarom ga ik terug naar life coach Jasper Mulder om te vragen, kan ik de eerste 3 weken van december nou zo gezond leven dat ik met kerst helemaal los kan? Je moet gewoon normaal 3 keer op een dag eten. Maar bewegen blijft gewoon het allerbelangrijkste. Als je de kilo's eraf wil halen voor de kerst, ga nou gewoon elke dag even een half uur lekker naar buiten toe. Ga wandelen. Wandelen uit onderzoek blijkt gewoon de allerbeste methode te zijn
om af te vallen. Op het moment dat je dat doet, wil niet zeggen dat je de kerst helemaal los kan gaan en helemaal vol kan eten. Maar dan hoef je in ieder geval daarna die 3 kilo er niet ook nog eens af te halen. Bewegen, wandelen, naar buiten gaan. Verreweg de beste manier. En ja, dan kan je ook een beetje losgaan tijdens de kerst. Geen enkel probleem. Is een half uur wandelen wel genoeg, Jasper? Ik denk altijd dat een half uur wandelen, ja, dan verbrand je niks. Echt, als je gewoon een half uur wandelt, dan zet je ongeveer pak een beetje 3000 stappen. Ja, is niet de norm zoals gezegd wordt à 10.000. Maar dan heb je wel 3000 en dan verbrand je extra. Plus een hele belangrijke die heel veel mensen vergeten. Je metabolisme, oftewel je verbrandingsniveau, gaat omhoog. En dat ebt, zeg maar, nog even na als je in ieder geval dat half uur gaat bewegen. En natuurlijk liever een uur. Maar ja, oh ja, het Single Park kan je nog gewoon een uur lekker rondlopen. Ik heb een idee. Zullen we dat zo gaan doen? Ja, Jasper is altijd heel erg van het bewegen. Ook van het samen gaan bewegen. Jij zei het net al, Amina, dat mensen dan wel zeiden van, goh, misschien moet je gaan sporten of zo. Omdat ze dan het idee hadden van, dat doe je dan met iemand samen. Ja, omdat je gewoon bezig bent, dus dan denk je er niet aan. Dus dan ben je gewoon lekker aan het sporten. Ja, en heb je dat wel eens geprobeerd? Dat je dacht van, nou, ik ga eens kijken of dat bij mij werkt, zeg maar. Ja, ik heb zelf op basketbal gezeten. En nou ja, het is altijd gezellig in een team natuurlijk. En ben ik nu al mee gestopt. Maar ik ga nog wel naar een sportschool. Maar dat doe je toch vaker alleen dan met een team. Ja, maar het idee ook van sporten als een soort uitlaatklep van als je misschien niet zo lekker in je vel voelt. Heb je dat ook wel ervaren dat dat kan helpen dan? Nou, het is voor iedereen natuurlijk anders. Maar voor mij was dat niet het geval, helaas. Nee. En hoe zit dat bij jou, Lars? Is dat iets wat jij wel eens ook misschien aanraadt aan mensen die bij jullie komen? Van ga lekker wandelen, ga lekker de natuur in. En... Nou ja, in dat opzicht hebben ze aan mij niet de juiste persoon als gesprekspartner. Ik denk dat het wel goed is om erachter te komen wat mensen... Nou ja, beweegt, maar waar hun interesses liggen om daarbij aan te sluiten. Kijk, als ik in gesprek ben met iemand die het over moderne literatuur wil hebben, dan ga ik niet de kant op van ga eens sporten. Maar zal ik het gesprek die kant op laten gaan. Wat wel heeft gewerkt, zeker in de allereerste lockdown, dat iedereen thuis moest zitten. Dat we de uitzondering konden maken van cliëntondersteuning aan de wandel. Het was niet mogelijk om bij mensen op huisbezoek te gaan in het allereerste begin. Maar met gepaste afstand kon je wel samen door een park gaan wandelen. En dat bleek erg goed te zijn om een gesprek op gang te krijgen. Ja, ja, ik vroeg net al eventjes tijdens het regionieuws aan Lars van Wezel van of hij kan vertellen wat voor hem eigenlijk betekent, wat eenzaamheid betekent. Heb je daar een soort definitie voor, Lars? Voor mij is eenzaamheid een gebrek aan verbinding of verbindingen. En dat kan dan met mensen zijn. En bij mensen kan het dan weer kwantitatief en kwalitatief zijn. Maar ook een gebrek aan verbinding met misschien wel de wereld om je heen. Dan dat je, zeg maar, zwervende in het bestaan bent zonder aanhaakpunten. En dat laatste vind ik persoonlijk heel erg. Dat is denk ik ook een hele zware vorm van de eenzaamheid. Maar dat er ergens een connectie of connecties missen. Ja. En hoe is dat voor jou, Carla? Wat vind jij een definitie van eenzaamheid? Nou, ik weet niet of daar een definitie specifiek voor is, maar wat ik zelf altijd wel merk is als je nachtdienst hebt om 3 uur 's nachts en dan gebeld wordt door iemand die wakker is geschrokken omdat hij niet meer kan slapen en dan belt, dan denk ik, dan ben je toch wel eenzaam, dat je niemand anders om je heen hebt die kan bellen. En verder sluit ik me helemaal aan bij wat Lars zegt. Dat klopt als een bus wat Lars zegt. Dat is eenzaamheid. Hij heeft het perfect verwoord. Ja. Heb jij nog een aanvulling, Amina, misschien, van wat eenzaamheid? Als mensen aan jou vragen, wat is eenzaamheid? Wat zeg jij dan eigenlijk tegen ze?
zelf zeg ik, als je in een groep bent en toch voel je je eigenlijk niet helemaal verbonden met die groep. Dus dat je je toch nog alleen voelt. En het maakt niet uit of met wie je bent en hoeveel mensen je bent. Het is toch nog dat je er niet helemaal bij hoort. En ik heb ook het idee dat je passie een beetje begint te verliezen. Dus dat kan zijn in je hobby of in je studie of met vrienden. Maar dat je gewoon die emotie een beetje vervaagt eigenlijk. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat je misschien door eenzaamheid ook een beetje depressief kunt worden? Nou, ik denk dat die lijn heel dun is. Maar om per se gelijk iemand depressief te noemen, dat is nog wel heftig. Dat zou ik zeker niet durven. En misschien moeten we daarvoor even naar Lars gaan. Want kun je dat zeggen dat zeg maar depressiviteit en eenzaamheid dan niet een synoniem zijn, maar wel in elkaars verlengde liggen misschien soms? Ik denk zeker dat ze in elkaars verlengde kunnen liggen. Met vergaande somberheid als tussenfase. Maar volgens mij heeft onderzoek ook wel aangetoond dat als langdurige eenzaamheid, als dat leidt tot jezelf terugtrekken. Als dat te lang duurt, dat het kan omslaan naar depressiviteit. Ja, ik kan me zo voorstellen, hè, wat jij net zegt over dat je geen verbinding hebt of voelt, in ieder geval met andere mensen. Ja, dat je op een gegeven moment inderdaad ook wel de lust een beetje vergaat om je bed uit te komen, wijze van spreken, en die wandeling te gaan maken of naar het sporten te gaan of naar je werk te gaan of iets met je studie te doen. Omdat je dan denkt, wat heeft het dan eigenlijk voor nut? Was dat voor jou op een gegeven moment ook zo, Amina, dat je omdat je ging studeren en eigenlijk niemand kende en ook nog online, dat je iets had van, waar doe ik het eigenlijk voor? Ja, ik merkte het vooral in mijn eerste periode. Ik kwam in een al bestaande klas, want ik was een februari instromer. En iedereen kende elkaar al een soort van, want ze hadden hun eerste periode mochten ze wel nog fysiek doen. Dus het was toen ook al online en ik kende iedereen alleen bij naam en via een klein schermpje op Teams. En toen was ik toch wel even mijn doel een beetje kwijt. Van ik weet niet of dit nou echt bij me past. En had je ook wel eens dan het idee dat je dacht van, ben ik nou depressief aan het worden? Of heb ik gewoon behoefte aan echt contact met mensen? Ja, ik dacht wel, dit is wel weer zo'n... Het was gewoon heel erg elke dag hetzelfde doen. Dus toen was ik er ook gewoon klaar mee. Toen dacht ik, ga ik nou echt naar die les of niet? En wat heeft voor jou zeg maar op een gegeven moment de knop omgedraaid? Dat je dacht van, het gaat toch wel een stuk beter. School begon sowieso fysiek te worden. Dus, en ik kwam ook weer in een nieuwe klas. En hele leuke mensen natuurlijk. En ik heb sowieso door de hele periode dat ik me wel eenzaam voelde, een hele goede vriend gehad. Waarmee ik alles kon bespreken. Dus dat was ook heel fijn. En ik begon met schrijven. Dus dat hielp heel erg bij mij. En ik kreeg gedichten schrijven. Oké. Ja. En waarin je dan je gevoelens van eenzaamheid kon uiten? Of wat was het thema van je gedichten? Nou, van alles. Ik ben heel erg met van die neppe situaties in mijn hoofd bedenken. Dus dan zit ik altijd heel erg mee. Dus dan ga ik daar gewoon lekker schrijven. En dan ben ik even daar een uurtje of zo mee bezig. En dan is het toch gewoon er allemaal uit. Zonder dat je iemand hebt die je veroordeelt eigenlijk. Ja, de kerstvakantie is natuurlijk altijd het tijdstip om naar de film of het museum te gaan. Maar wat ik zelf altijd ook een leuke uittip vind eigenlijk om je gedachten een beetje te verzetten, is als je in Leiden de Burcht opgaat. Dat is volgens mij een van de oudste gebouwen van de stad. 1100 of 1150 of zoiets. Maar het leuke is, je kunt er helemaal naar boven lopen. En als je dat in de winter doet, dan zijn de bomen allemaal kaal. En dan kun je veel verder kijken. En je kunt ook stiekem een beetje bij mensen naar binnen kijken. Ja, is een dingetje wat ik zelf altijd wel erg leuk vind. En een ander ding in Leiden natuurlijk, we hadden het al even over poëzie, maar je hebt natuurlijk de muurgedichten in Leiden. En dat is gewoon allemaal gratis te bekijken natuurlijk. Dus daar kun je gewoon lekker naartoe gaan en een beetje gedichten lezen onderweg, terwijl je van de stad geniet. Ja, je luistert nog steeds naar Gezond 071. We hebben het over eenzaamheid. Ja, we zijn eigenlijk al wel een beetje aan de laatste ronde bezig. Tijd vliegt altijd. Waar ik het eigenlijk nog wel eventjes kort met jullie over wil hebben is van, wat zijn nou dingen van je zegt, daar heb ik toen ik zelf bijvoorbeeld eenzaam was heel veel aan gehad. Of dat merkte ik als ik met iemand anders over sprak.
dat die daar veel aan had. Lars, kun jij er iets over zeggen? Wat is iets wat je denkt, ja, dat is wel goed als je bij iemand merkt dat hij eenzaam is, wat je zou kunnen doen? Ik zou zo iemand dan altijd vertellen dat ik wat ik zelf heb gedaan. En dat is moeite blijven doen. Want als je thuis blijft zitten en niks probeert. Je kunt wel hopen dat alles en iedereen voor je voordeur gaat staan. Maar blijf proberen om toch een verbinding met iets of iemand te laten ontstaan. Is vaak toch ook een kwestie van geluk. Je moet maar net iemand treffen bij wie je je prettig voelt. Bij wie je dingen durft te delen. Maar ze komen niet uit zichzelf bij je aankloppen. Dus blijf moeite doen. En als het even niet wil door somberheid of vermoeidheid, dan een beetje moeite. Maar doe niet niks. Dus blijf proberen. Blijf proberen, ja. En hoe was dat voor jou, Amina? Wat is iets waarvan je zegt van, nou, dat heeft mij echt geholpen? Wat iemand ooit tegen je zei of voor je deed? Nou, ik denk ook, ik had één persoon waarbij ik echt alles deelde. En ik denk dat als je zo'n persoon hebt gevonden, dat je die ook zeker moet vasthouden. En ook gewoon laten weten dat jij ook zo dankbaar bent voor die persoon. En want je weet ook niet waar die persoon doorheen gaat persoonlijk, omdat hij net naar jou luistert. Maar het kan zijn dat hij dat ook hetzelfde ervaart. Dus gewoon ook gewoon laten weten van, hey, als er iets met jou is, dan ben ik er ook altijd voor jou. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat ook wederkerig hebt. Want omdat je zelf, zeg maar, ervaring hebt met eenzaamheid, heb je nu ook het idee dat je het bij anderen ook makkelijker herkent? Nou, niet per se. Want ik ben, mijn persoonlijkheid is heel, ik ben heel gezellig, ik ben altijd heel lekker aan het praten, maar dat heeft iedereen anders. En de ene eenzame persoon die kan, zeg maar stereotyperend zijn en gewoon heel stilletjes in een hoekje zitten. En de ander is juist heel gezellig mee aan het doen. Dus dat weet je nooit echt van een ander. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om gewoon iemand beter te leren kennen dan, hey, hoe gaat het? Ja, even misschien wat extra moeite doen, waar Lars het ook had. Dat is misschien ook voor de andere kant van allemaal een beetje moeite voor elkaar blijven doen. Ja, Carla, ja, dat is natuurlijk wat je doet als vrijwilliger bij de Luisterlijn. Is dat je moeite doet, hè? Dat je blijft luisteren en dat je naar iemand wil blijven luisteren, ook als ze midden in de nacht bellen. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. En wat ik dan ook wel eens tegen mensen zeg, van, is er nou echt niemand in je omgeving bij wie je terecht kan? En dan gaan we samen nadenken. En dan is er toch altijd wel ergens een buurman driehoog achter, of een andere buurvrouw, of een vriendin die wel eens zei, joh, als er iets is, bel me eens. En dan is het toch wel fijn om dan te merken dat ze de volgende dag van plan zijn om toch die telefoon te pakken. Dus dan heb je toch het gevoel dat je iets hebt kunnen doen. Ja, ja, en je zei straks ook al van, ja, we hebben nog wel wat vrijwilligers nodig bij de Luisterlijn. Ja, altijd. Als mensen willen helpen, dan kun je naar de website, deluisterlijn.nl. En dan kun je kijken onder ik wil helpen. En dan kun je je opgeven als vrijwilliger. Dus ja, misschien moeten we ook nog even het nummer melden voor mensen die zelf de Luisterlijn willen bellen. Als dat mag. Ja, ja, doe maar even, heel kort. 088-076-7000. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Ja, dat ging natuurlijk, dat gaat altijd heel snel. Maar ik zet het straks ook op onze website. Daar kunnen mensen het altijd gewoon even nalezen. En als je dan behoefte hebt, kun je natuurlijk bellen. En ja, Carla, je hebt me ook een gedichtje gestuurd. Dus ik wilde eigenlijk vragen of dat we daarmee afsluiten. Dat je dat even voorleest. Want dat gaat wel een beetje over de Luisterlijn. Ja, heel fijn. Leuk. Dankjewel. Dag, dame van de Luisterlijn. Ik ben blij dat u er bent. Ik kan niet slapen. Kent u dat? Ik ben dat zo gewend. Meestal praat ik in mezelf. Heb niemand om me heen. Dan zeg ik hardop, kop op Jan. Al ben ik dan alleen. Ik doe soms rare dingen. Ik dek de tafel dan voor twee. Wie houd ik voor de gek? Shani eet toch nooit meer mee. Nu moet ik alweer huilen. Tranen van verdriet. Dat was niet de bedoeling. Maar sorry zeg ik niet. Dag, dame van de Luisterlijn. Hoorde je me gapen? Fijn dat u er was. Ik hoop dat ik kan slapen. Nou, dankjewel Carla. Hartstikke mooi. Ja, als ik nou geweten dat Amina zelf gedichten schreef, had ik gevraagd om haar iets voor. Maar dat houden we dan nog te goed als haar bundel uitkomt. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hier aanwezig wilden zijn in levende lijven hier in de studio of anders via de Zoom.
En ja, ik hoop dat luisteraars misschien een idee hebben opgepikt over wat eenzaamheid allemaal kan betekenen. Dit was het einde dus van Gezond 071 hier in het jaar 2021. Maar volgend jaar, 12 januari 2022, zijn we terug. En dan gaan we het hebben over dat beroemde moment dat je op 1 januari één keer besluit met z'n allen van we gaan stoppen met drinken, we gaan stoppen met roken, we gaan gezond bewegen en we gaan heel gezond leven en dan wordt het allemaal goed. En of dat nou nut en noodzaak is om dat opeens zo'n datum vast te prikken. Ik zou zeggen, tune in en luister en kijk die dag met ons mee en dan hoor je er van alles over.